Na de hongersnood in de Tweede Wereldoorlog beloofde onze regering dat we nooit meer gebrek aan eten zouden krijgen. Een paar jaar later ging ons land met een aantal landen samenwerken in de Europese Unie. Deze Europese Unie kwam met een groot plan voor landbouw en veeteelt, met als doel dat er voortaan goedkoop en voldoende voedsel moest zijn, maar ook dat de boeren wel een voldoende inkomen moesten hebben. Een aantal kleine boerenbedrijfjes kon makkelijk geld lenen om uit te breiden. Er werden grote stallen gebouwd, waarin veel dieren bij elkaar gehouden kunnen worden. Veevoer werd voortaan op grote schaal ingekocht, in Nederland of het buitenland. Er kwamen machines en computers die het werk van de boer makkelijker maken. Zo ontstond dus de intensieve veeteelt. Voorbeelden van intensieve veeteelt zijn vleeskalverhouderijen, varkenshouderijen en pluimveehouderijen. Een ander woord dat voor intensieve veeteelt wordt gebruikt is bio-industrie.